actie. Ja, en we zijn weer live terug. U hoorde net, we zijn eruit gegaan met Ed Verhoef, die gitarist speelde, die gitaar speelde. Dat herinnert mij eraan dat ik u moet vertellen dat als u geniet van theater, muziek, ballet, wat voor vorm van kunst en cultuur dan ook, dat u dan ook een videoboodschap kunt insturen naar info@cultuurinactie.nl. En ik zit net te bedenken, u kunt natuurlijk ook, als u een instrument bespeelt, dan kunt u ook op die manier natuurlijk even uw stem en uw steun uitspreken. Dus wat let u om zelf iets te spelen en op te sturen via info@cultuurinactie.nl. Ik heb het zelf bedacht, ik weet niet of ze het leuk vinden, maar dat hoor ik dan wel. En anders neem ik het terug, maar voorlopig doe dat nou maar. Inmiddels zit aan tafel Sanne Scholten, directeur van LKCA Utrecht. Wat is LKCA? Het moest zonder lidwoord, zei je, dus dat weet ik al. Maar... Het is Landelijk Kennisinstituut Cultuur, Educatie en Amateurkunst. En wij werken eigenlijk voor alle professionals die werken aan cultuur op school of cultuur in de vrije tijd. En al die Nederlanders, dat zijn er 6,4 miljoen, die zich daarmee bezighouden. Ja, maar wat moet ik me nou voorstellen? 6,4 miljoen, dat is zoveel. Wat doe je dan? Wat doe je dan? Ja, ik hoop dat we daar ook een plaatje van hebben. Maar er zijn bijvoorbeeld 3,1 miljoen Nederlanders die schilderen of tekenen of allerlei beeldende kunsten doen. Ja, goed, maar doen. Die schilderen of tekenen, wat doen jullie dan? Ja. Oh, wat doen wij dan? Ja. Wij doen onder andere onderzoek. Dus die 6,4 miljoen, dat weten wij uit onderzoek. En wij doen aan deskundigheidsbevordering, zoals dat dan mooi heet. Dus wij ondersteunen eigenlijk professionals om hun werk te kunnen doen. Zo'n mooi voorbeeld is bijvoorbeeld dat we de afgelopen jaren hebben samengewerkt, onder andere met Hedy Dancona, aan ouderen en kunst. Om eigenlijk kunstparticipatie voor ouderen veel meer op de agenda te krijgen en dat mogelijk maken. Omdat kunst gewoon belangrijk is voor heel veel mensen. Ik hoor deze dagen wordt veel gezegd, kunst is geen hobby, maar het is ook een hobby van heel veel mensen. En nou, het voor jullie vertegenwoordigen de hobbyisten in dit geval. Precies, en het is ook een vak. En er zijn ook professionals nodig natuurlijk om die 6,4 miljoen mensen te begeleiden. Want die mensen die hebben les, die hebben een dirigent nodig, die hebben een regisseur nodig. Dus ik zit eigenlijk vooral ook voor die professionals die dat mogelijk maken. Dat zijn soms ook makers, maar niet altijd. Ja. Nee, dus laten we, het zijn de uitvoerders zijn amateurs, ja. Maar die worden begeleid door professionals. En jullie vertegenwoordigen die professionals om het die amateurs mogelijk te maken. Precies. Maar even concreet, ik ben een oudere die overigens nauwelijks kan schilderen of tekenen, maar ik wil dat. En dan? Ja, dat ligt eraan waar jij woont. Waarschijnlijk kun je gewoon via een zoekmachine goed wel mensen vinden die zich daarmee bezighouden. Maar wat belangrijk is, dat ook die professionals, het is echt anders of je werkt met jonge kinderen, of je werkt met ouderen, of je werkt misschien met mensen met een beperking. Al die mensen willen ook graag kunst beoefenen. En het vraagt iets van de professionals. Hoe begeleid je dat? Hoe kun je mensen dingen ja. leren? En daar proberen wij vanuit LKCA een bijdrage aan te leveren. Juist. En dan kan ik me ook voorstellen, als je dan over hebt het verschil tussen jongeren en volwassenen, dat je bij jongeren eerst nog hen in contact moeten brengen, als het ware, met kunst en cultuur, of niet? Zeker. Nou ja, dus een van de dingen die voor ons ook heel belangrijk is om cultuur een betere plek in het onderwijs te geven. Dus je ziet dat er de afgelopen jaren veel gewerkt is om in het basisonderwijs weer meer cultuur een plek te geven. Is dat zo eigenlijk? Want ik hoor juist dat dat zo weinig gebeurt. Ja, nou, soms is dat ook wel onbekendheid. Maar daar wordt zeker hard aan gewerkt. En aan de andere kant zie je juist ook in deze coronatijd bijvoorbeeld, dat scholen soms ook keuzes maken. En dan bijvoorbeeld cultuur laten vallen. Aan de andere kant zijn er ook scholen die bijvoorbeeld het kunstonderwijs juist gebruiken om kinderen zich bijvoorbeeld te laten uiten over deze tijd, ja. Wat het met hen doet. Nee, dus dat kun je dus, dat laatste zou ik me zo goed kunnen voorstellen. Dus hoe komt het dan toch dat in die andere gevallen altijd kunst of cultuur het eerste is wat men laat vallen? Hoe komt dat toch? Ja, ik hoorde ooit iemand zeggen, die zei van ja, dat voelt toch een beetje als de vakken onder de streep, zeg maar zeggen, en niet boven de streep. En ik denk ook juist dat dit soort acties bijvoorbeeld, en dat wij ons allemaal bewust zijn van hoe
Kunst en cultuur is overal om je heen. Het is zo belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling, voor hoe we met elkaar omgaan, voor je leefomgeving. Het is overal. En ik denk dat we soms ook te veel denken dat kunst alleen het Rijksmuseum of het Concertgebouw is. Maar het is ook de mode. Het zijn ook de jongeren die met elkaar aan het rappen zijn. Het zijn jongeren die filmpjes maken met hun telefoon. Het is allemaal onderdeel van kunst en cultuur. Ja, maar dan maak je het ook weer zo breed, denk ik, dat dat misschien ook weer lastig is te behappen. Omdat je dan denkt, ja, oké, als je het zo breed maakt, iedereen doet wel aan kunst. Klopt, veel mensen doen ook aan kunst. Maar ik denk dat het belangrijk is om het geheel te bekijken. En ook te kijken bijvoorbeeld als overheid en als onderwijs. Van maar welk aandeel moeten wij hierin nemen? Wat willen wij doen? En je ziet natuurlijk dat er wordt veel over creativiteit bijvoorbeeld gesproken. Het belang daarvan. Ook voor de toekomstige beroepsbevolking zoals dat dan wordt gezegd. Ja, dan moet je nu zorgen dat je creativiteit een goede plek in het onderwijs geeft, ja, bijvoorbeeld. Maar ook dat je buiten school daarmee actief bent. Bijvoorbeeld heel mooi vind je, ziet dat er best veel in het jongerenwerk zijn. Ook heel veel jongerenwerkers werken samen met kunstdocenten en kunstenaars. Omdat kunst zo'n uitingsvorm is. Juist voor jongeren die misschien een beetje in de knel zitten. Of waarbij het op school niet zo goed gaat. Dus het is heel breed. Ja. En daarom zit ik ook wel hier om dat ook juist te benoemen. Ja, tegelijkertijd wring je dan in allerlei bochten om te vertellen hoe nuttig het allemaal is. Hè, en hoe noodzakelijk het allemaal is. Aan de andere kant is kunst natuurlijk ook iets wat autonoom moet zijn. En als het ware juist niet de hele tijd met nut en noodzaak bezig zou moeten zijn. Wringt dat niet een beetje? Ja, voor mij niet. Ik merk dat voor heel veel mensen dat wel wringt. Maar ik denk altijd wat het doel is en wat het middel is, dat ligt er maar aan wie je het vraagt. Kijk, als je die jongeren die gewoon met rap zich kan uiten, die vindt het gewoon fijn. Misschien denkt ze docent, hey, en sinds hij zich fijner voelt, gaat het ook beter op school. Ja, ja. Is het dan doel, is het middel? Ik vind het zelf niet zo'n hele interessante discussie. Volgens mij gaat het gewoon hand in hand. Oké. Okay. Hoeveel mensen zou jij zeggen vertegenwoordig jij hier? Nou, best wel veel. En dat zou ik ook leuk vinden om even een beetje de range eigenlijk van de professionals, ja, die in dat werkveld werken. Ik moet het opschrijven. Ja, want ja, het is best veel. Nou, ja, ik heb inmiddels, want ik kreeg echt net nog, voordat ik hier aan tafel schoof, kreeg ik nog weer een berichtje. Ik vertegenwoordig 12.500 mensen. 12.500 mensen? Ja. En wie zijn dat dan allemaal? Ja, wie zijn dat allemaal? Nou, ik noem er gewoon even een paar. Dan heb je meteen best de range waar het over gaat. Ik vertegenwoordig bijvoorbeeld een impresariaat voor schoolvoorstellingen. Die werken dus met heel veel makers die echt specifiek op scholen, kleinkunstig heet het, die dus heel veel in het onderwijs voorstellingen geven. Daar zijn er meerdere van, dat is allemaal niet gesubsidieerd. In heel veel provincies zijn instellingen die helpen amateurverenigingen, die helpen jonge makers om hun talenten te ontwikkelen. Ik noem maar even twee. In Zeeland zit er één met 280 mensen, Zeeuws Planbureau en bibliotheken. Die zeggen, ja, wij zijn gewoon de grootste culturele instelling van Zeeland, maar heel veel mensen kennen het. Maar beperk je gewoon niet even tot sectoren, want anders kunnen we nog heen. Ja, nee, ik doe het even, ja, maar dit is even. Ja. De Bond voor Orkestdirigenten en Instructeurs. Die dirigeren dus heel veel amateurorkesten. Dat zijn 600 mensen in Nederland. Nu ga ik naar de grotere aantallen. 4500 dansprofessionals die zich net hebben verenigd in Dansondernemers Nederland. Waar eigenlijk heel weinig aandacht ook voor is. Die hopelijk per 1 juli tegelijk met de sport open mogen. Er zijn ook heel veel ZZP'ers in dit werkveld. En in All Art Professionals zijn er bijvoorbeeld 2515 verenigd. Het zijn dus allemaal kunstdocenten. En ik zit hier ook namens de muziekscholen Centra voor de Kunsten en Volksuniversiteiten. Dat zijn er 140 in Nederland, waar 4000 mensen werken. En tot slot wil ik nog even noemen het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Volwassen Fonds Sport en Cultuur. Want die maken het mogelijk dat mensen met een minimuminkomen financieren zij de cultuurdeelname en ook de sportdeelname voor. En zij steunen deze actie ook van harte. Oké. Dan ga jij direct namens die, hoeveel waren er nou precies? 12.500. Namens die 12.500, ze staan op de teller, ga jij direct even een handtekening zetten. En daarna gaan wij luisteren naar Mila, Jonne en Made. En wat gaan die doen? Die gaan zingen. We wachten het af. Ga jij eerst je handtekening zetten en dan is het tijd voor het koortje, het mini-koortje. Zij mogen wel zingen overigens, want ze zijn jong.
Mila, Jonne en Made. En wie hoorde nu was Sanne Scholten. Dank. Lolo mi boto, lolo con me qui go. Lolo mi mati mecna umna do dot. Venti can seki libas vala can hei. Noti can top mi boto, lo me ca fre. Lolo mi boto, mane gre toto. A chi fa ude ge me planga e cre. Lolo mi boto, lolo con me qui go. Lolo mi mati mecna umma do do. Vinti can seki li mascola can hai. Noti can top mi boto, lo me ca fre. Lolo mi boto, mane gre toto. A chi fa ude ge me planga e cre. Lolo mi boto, lolo con me qui go. Te vedo un foto di sante che porto.